In deze video bezoeken we een spookdorp. En overnachten we in een van de meest bespookte Airbnb's van Europa. Oh. Ik heb nog iets meegenomen. Oh! 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 Oh god! Ik hoorde het ook. Maar dit was echt, nee, dit vind ik ook echt niet live. Vincent, Sean en ik zijn dus naar Frankrijk gevlogen om hier te gaan ghost hunten. Vorige week zag je hoe we de nacht hebben gespendeerd in Château de Fougerim. Maar een paar uurtjes rijden hier vandaan, ook in Frankrijk, ligt een plaatsje met misschien wel de meest zwaar beladen geschiedenis waar we tot nu toe zijn geweest. En daarbovenop overnachten we in een van de meest bespookte Airbnbs van Europa. Het klinkt als een hele gezellige video. En wat het nog gezelliger zou maken trouwens, is als jij zou abonneren. Want het is toch steeds de horrormaand, mensen. We zitten er middenin. Dus als je dit nou leuk vindt, klik dan op de abonneerknop. Want meer dan 40%, 41,4% van de mensen om precies te zijn, is nog niet geabonneerd op dit kanaal. Letterlijk 41% van de mensen die dit nu kijkt, is nog niet geabonneerd. Als je op de abonneerknop klikt, gaan we richting de 1 miljoen. En dat zou crazy zijn. Oké, laten we beginnen. Goed, eerst rijden we naar onze overnachtingsplek, wat een van de meest bespookte Airbnbs van Europa schijnt te zijn dus. Alles is ook dicht. Waar zijn we daar weer? Ja, het is wel echt een heel echt zo'n Frans dorpje. Oh, wat gek. Ja, wat geestig. Oh ja, en dat onze Airbnb bespookt blijkt te zijn, dat weten Sean en Vincent nog niet. Dus misschien is het nu een goed moment om ze te vertellen. Hoezo wordt het nu gummig? Kijk, ik moet wel wat vertellen. In onze Airbnb zitten ook spoken. Nou ja, maar ik heb hem gevonden op een haunted Airbnb lijst, zeg maar. Oh mijn god. Nee, Steve! Maar ik kan niet zo goed vinden wat er is gebeurd. Iets van een moord of zo, volgens mij. Oh. Maar er staat eigenlijk nul informatie. Oh. Er staat niet veel online over deze Airbnb. Maar we hebben hem gevonden in een top 10 meest bespookte Airbnbs van Europa. En het feit dat er zo weinig over bekend is, maakt het misschien nog wel spookier. Het enige wat er online staat, is dat er ooit een moord is gepleegd. Er staat verder niks over hoe, door wie, wanneer, helemaal niks. Het is een heel oud huis dat waarschijnlijk uit de jaren 1600 komt. Het staat in the middle of nowhere in het platteland, vlakbij het dorpje Oradour-sur-Glane, wat natuurlijk op zichzelf al een hele heftige geschiedenis heeft. De verhalen die erover rondgaan, zijn gasten die er blijven slapen en beweren 's nachts weg te gaan omdat ze door iets het huis uitgejaagd worden. Ook schijnen dat ramen uit zichzelf open kunnen gaan en dat het lijkt alsof er altijd iemand aan het schoonmaken is in het huis. Het gekke eraan is dat de reviews online best wel oké zijn en je lijkt al helemaal niks te kunnen vinden over dat het er spookt. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik deze advertentie online zou zien, zou ik dit huis nooit van zijn leven boeken, want het ziet er echt smerig en oud uit. Maar verder lijkt er niet heel veel mis mee. Maar goed, wij weten nu ook wel dat niks is wat het lijkt. Kijk even dit pad. Hé, hey, maar als wij hier s'avonds terugkomen, dan is er helemaal geen licht. Kijk hoe dit eruit ziet, gast. Waarom doe dit? Dit is helemaal niet. Dit is toch. Waarom doe ik dit? Dit is echt maar. Dit is echt een middle of nowhere. Ik ben ook echt heel erg benieuwd wie dan de host is van de Airbnb. Ja, het zal wel een of andere geest zijn. Een of andere geest. Nou, we moeten zelf inchecken. Is het daar? Is het hier links? Ja. Oh, hier is de ingang. Oh! Hey, dit is denk ik de schuur van het. Hé, hij zegt door. Ja, volgens mij is dit het, man. Het poortje hier zo. Oh, ja, volgens mij is het dit. Nee, is het dit ding? Dit huis hier zo. Gaf, kijk hoe het eruit ziet. Ja, dit is niet best. Het voelt alsof in Airbnb vol liefde. Airbnb. Ik kom hier aan. Ik ben meteen helemaal niet blij. Airbnb. Ik snap het nu wel. Oh. Nou jongens, ik hoop dat jullie een fijne rit hebben gehad. A toute allure. Ja, bedankt. Dat die vogel dus fluit, vind ik eigenlijk helemaal niet leuk hier. Zo, ziet er nu op je gemak uit. Wat had je verwacht? Ja, wil jij hem openmaken? Fucking hell, het ziet er echt niet chill uit. Oh mijn god, inderdaad. Maar kijk hoe het uitziet binnen. Oh, Steve. Oh mijn god, Steve. Dit is toch. Oh, het ruikt hier ook eng. Het ruikt ook echt uit de middeleeuwen. Oh, ik vind het ook echt niet nice. Oh nee.
Onthoud dus dat deze Airbnb zich niet voordoet als spook Airbnb of whatever. Dit is gewoon letterlijk hoe het is ingericht en dit is gewoon letterlijk hoe het eruit ziet. Oh nee. Ja? Oh nee. Hier. Van een moeder of zo. Het is letterlijk een soort altaar. Oh nee. Steve, wat doe je? What the fuck? Dat is een spiegel, dat is ook doodeng. Besef dat mensen dit gewoon boeken op Airbnb. Ook. Airbnb vol liefde. Ik heb ook een van die enge gezichten zo. Hier is een soort binnentuintje. Gaan we er ook zoveel ramen overal. Ja, dus vannacht wordt het echt doodeng. Dit is echt een perfecte omgeving om vermoord te worden, zodat niemand het doorheeft. Nou, dat is dus blijkbaar gebeurd ook. Oh my god. Het ruikt hier ook chill, man. Oeh, overal zijn er van die gekke geurtjes. Oh nee, een deur. Ik vind het nu al niet chill. Die is op slot. Waarom is die op slot? Oh, weg hier. Oh ja, nee. Hey, dit ook, hè? Twee van die stoeltjes voor ja, de tv zo. Wie boekt dit vrijwillig? Oh, dit is de slaapkamer. Oh mijn god, wat fucked up eigenlijk. Oh nee, dit vind ik dan nog... Al die gezichten. Ja, het is echt... Ah, we allemaal gezichten hier zo. Dit is echt geen vibe, hè? Overal zitten spinnenwebben. Ga dan niet zeggen dat jullie dat ook leuk uit moet zien. Ja, hè? En toen gebeurde er voor het eerst iets geks. Durf je die kast open te maken? Weet je wat er gebeurt als je de kast uit de kast moet... Zag je dat? Ja. Wat? Zag je dat? Wat gebeurde er? Hij bewoog. Hij ging al open. Niet. Ja, deze maat. Ja, ik vind dit ook echt zo'n poppenspel, want zo hadden wij er vannacht ook bij. Oh, hier kunnen we met z'n drieën slapen. Ja, hier kunnen we, ja, soort van. Oh my god, ja, hier lig je ook niet chill hoor. Typisch idee. Ja, maar dit is echt zo'n huis, dat je vannacht wel voetstappen hoort op de gang. Ja, en dan moet je opeens plassen vannacht. Ja, als ik dat hoor, ouwe, dan pak ik echt de auto mee. Oh, lucht gaat gewoon hier. Dit is, als je dit opeens vannacht hoort, dan word ik een gek. Oh my god. Oh, Sean! Sean! Doe normaal, Sean! De hele deur is gewoon uit. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Sean, zet die deur gewoon neer daar. Ik ben bezig! Zet hem nou gewoon neer. Laat hem dan niet meer in. Want straks valt hij vannacht weer om. En toen was het weer zover en begon Sean dingen te zien. Wat? Zag jij dat ook? Wat? Ik zag... Ja, nee, op, Sean. Wat zag je dan? Ja, ik zag daar, maar ik denk dat het onder die gleuf was. Ik zag zo'n schaduw voorbij komen. Sean. Sean. Nee. Wat? Hoorden jullie ook geen stem? Nee. Wauw, dan word ik nu al gek, hoor. Ik hoorde jij wat? Nee, ik hoorde die stem niet. Daar. Ik ben dit als laatste naar beneden, ik was bang. Het is wel mooi, ja. Even naar buiten, hoor. Even naar buiten, inderdaad. Oké. Okay. Laat me achter. Hey, toet op de deur, ja, dit is echt doodeng. Kijk, het is dat het nu nog mooi weer is. En licht. 'S Avonds is dit echt niet chill. En ook stonden er allemaal hele gekke boeken in dit huis. Maar Sean en Vincent waren even afgeleid. Er zit hier een boek. Het heet... Het is een musical video. Ga door. Zing het. Er zit een boek. Dat heet... L'homme et la mort. Oh nee. Maar even eens, dat betekent een soort van man in de dood of zo? Wat is dat teken ook hierboven? Ik had ook geen zin. Is dat een clownsdingetje? Is dat zo'n hofnar ding? Grap, overal staat cornet. Wat betekent dat? Oh my god. Nee. Ga niet even geen rare dingen zeggen nu, Steve. Het is een non, volgens mij. Ik heb helemaal van dit soort plaatjes. Van nonnen. Ik zweer, kijk. Grap, hier hangt daar ook eentje, zie je? Ik zie dit overal hangen. Kijk, maar ze hebben ook zoveel sleutels, maar, schat. Maar even serieus, dit kan je ons eigenlijk niet echt niet aandoen. Ja, dat is toch raar? Kom op, eigenlijk zijn we hier ook... What the fuck? Als je erover nadenkt, zijn we hier gewoon vrijwillig meegegaan. Dit is echt heel raar. Dit is eigenlijk onze tijd. Ik schrik me helemaal. Ja, ik schrik ook wel een beetje van jou. Maar ja, dat heb ik normaal gesproken ook al. Kijk ook weer deze tuin.
Kijk, deze waterput. Zo, dit is een hele oude waterput, hè? Dat betekent dat dit huis ook... Ja, het ziet er ook wel heel oud uit. Maar ik vind het ook wel weer leuk of zo. Het heeft ook weer wat, toch, Sean? Ja, nu zo met het zonnetje hier buiten. Oh, wel, allemaal druiven. Oh, kijk, laat maar. Hey guys. Oké, we hebben even al onze spullen neergelegd en omgekleed en gesetteld voor vanavond. Maar we gaan nu eerst naar Oradour-sur-Glane. Dat is een dorpje uit de Tweede Wereldoorlog. Die volledig is verwoest. Maar waar de ruïnes nog altijd staan. Als herdenking. Het is wel serieus een plek waar je respect moet tonen, jongens. Het is gewoon geen gekkigheid. Het feit dat het hier vlakbij is, maakt het niet beter. Wacht. Wat zei je nou eigenlijk? Het is een dorpje... Eerlijk, eigenlijk is het best wel idyllisch of zo hier ook, hè? Ja, dit ziet eigenlijk wel heel mooi uit. Maar in ieder geval waar we heen gaan, jongens. Het is eigenlijk iets waar ik ook al heel lang heen wil. En ik weet niet of het per se heel eng is. Het is meer een enge gedachte dat het hier dan vlakbij is. De plek waar we nu naartoe gaan heet Oradour-sur-Glane. Nou, het is een klein Frans dorpje waar een enorm bloedbad is aangericht in de Tweede Wereldoorlog. Als een wraakactie omsingelde het Duitse leger het onschuldige dorpje. En ze zorgden ervoor dat alle inwoners van het hele dorpje werden vermoord. Ze scheiden de mannen van de vrouwen en kinderen. Alle mannen werden op een rijtje gezet en doodgeschoten. De vrouwen en kinderen werden met z'n allen in de kerk gestopt, waar ze vervolgens rookbommen ingooiden, waardoor ze allemaal naar buiten gingen rennen, waar de Duitsers zaten op te wachten met machinegeweren om ze vervolgens allemaal dood te schieten. Er werden in totaal 642 mensen vermoord en maar 6 overleefden het. Omdat dus letterlijk iedereen uit het dorp overleden is, is het nooit opnieuw opgebouwd en heeft de Franse overheid besloten de ruïnes te laten staan om dit bloedbad nooit te vergeten. Maar ja. We mogen daar dus wel heen. Je mag daar heen, maar volgens mij niet. En volgens mij niet 's nachts, zeg maar. Maar dat gaan we dat toch ook niet doen? Dat zouden we nooit doen. Nee, we gaan oprecht. We gaan hier niet. Ik meen het nu, als ik het zeg, oprecht. Inderdaad, uit respect gaan we hier vannacht niet weer terug naartoe. Maar we gaan nu even een klein kijkje nemen. Daar ligt het gat, dat is het. Entree Phyllis nog wel? Ja, kijk dat. Helemaal kapot gewoon. Eerst kwamen we langs het herdenkingsmonument. Het zijn spullen uit die tijd. Iedereen staat ook de leeftijd. 5, 6. Grimmig. Ik vind het wel heftig of zo eigenlijk. Ja, het heeft toch iets geks altijd, deze dingen. Oké, nou, ingang gevonden. Wow, het is echt groot eigenlijk. Ja, maar was het nou dit was gewoon een groot dorp dan of zo? Maar dat vroeg ik net ook aan jou. Waarom dit dorp? Ik denk dat het letterlijk gewoon random was. Aanleiding. Het was een wraakactie. Ja, door op een actie van het Franse verzet. Die hebben een spoorbrug opgeblazen. En zouden 2 Duitse soldaten zijn gedood. Toen hebben ze dit gedaan. Er liggen overal ook gewoon nog auto's en zo. Kijk, dit was waarschijnlijk gewoon een garage. Oh, dat je dan hier nog de tegeltjes op. Holy shit, inderdaad, ja. Boulangerie, dus de bakker hier zo. Kijk, daar zijn nog die ovens. Grappig, er is echt te veel om te zien ook gewoon. Hey, kijk, de farmacie. Is de drogist. Kijk, de trap naar de tweede verdieping. Ja, dit soort dingen zijn echt niet te beseffen. Dat gewoon in dat iedereen hier is opgetommeld en dat ze gewoon vervolgens allemaal zijn vermoord. Slaat. Ja, dat is heel bizar. En dit is de kerk uit het verhaal waar alle vrouwen en kinderen zijn vermoord. Besef dat ze dan gewoon hier stonden te wachten met z'n allen, tot ze naar buiten kwamen, door die rook, en ze dan gewoon allemaal neerschoten. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, dat is hier gebeurd, daar staan we nu op. Waarschijnlijk lagen de lijken op de fucking trap. Het is een bizarre plek, joh. Kijk, dit beeld ook, hè. Ja, dit beeld vind ik ook heel lijp. We besloten dat het mooi is geweest en gingen even ergens eten voor we naar onze Airbnb gingen. Hier, zit even het beeld van gisteren terug te kijken. Kijk dan. Dit is wel echt een reactie. Ja,
mond, neus, ogen. En dan ogen, maar dit is een filmpje dat Vincent must. Kijk, kijk filmpje zo? Ja, het filmpje dat we met z'n tweeën beneden in de kelder zaten. Als je het niet hebt gezien, moet je de vorige video maar kijken. Oh, ja. Zo zie ik hem, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Zeker, ja, ik snap het. In ieder geval, we zitten nu heel wat te eten, te chillen. We gaan zo meteen eens overnachten in onze spookte Airbnb. Chill idee dat dit hier ook naast is, dat bloedbad. Oh ja, die nacht wordt echt zuur, hè? Inderdaad, Stefan. En als we van tevoren hadden geweten hoe zuur het precies zou worden, waren we denk ik niet teruggegaan. Ik kan niet pitten in de auto. Dat is inderdaad hoe die het zei. Kan ik ook niet goed. Oh, je pikt nou, joh. Ga, word even wakker. Vincent, word wakker. We zeiden. Oh, maar dit is wel gewoon wat chill, weet je. Dat je dan zo'n dood donker gat voor je ziet. Het is letterlijk 1,2 kilometer nog rijden zo dat bos in. Voordat we bij ons huis zijn. Ik ken het ook gewoon helemaal niet, s'avonds. Nee. Nee. Tyfus, moeten we dat kuthuis weer in? Ik merk wel dat ik weer soort van helemaal te klaar voor ben om die rempieper daar neer te zetten. Rempieper, zeg je dan? Even in de voorstel. Oh, mijn god. Dat hier nu ineens bij iemand op dat picknick dingetje zit. Jezus. Jongens. Wat is dit? Het is echt niet chill, ja. Kijk even ons huis in. Oh, mijn kijk hier aan. Dit is echt om te janken. Ja, check. Ik druk nu zo die auto zo meteen uit. Dan is het gewoon pikdonker hier, hè? Oh. Zie je iets om je heen? Ik zie echt helemaal niks. Je ziet letterlijk niks. Ja, mijn ogen beginnen nu een beetje te winnen, maar het is geen hand voor ogen. Jezus, Finn. Chill, hè? Waar staan we nou ook weer? Ga maar, Sean. Bonjour. Nee. Ga dan niet opfokken hier. En die spin onder die lamp afgeleid. Oh mijn god. Ik ga mijn beesten inderdaad. Eigenlijk wilden we even gaan bepalen waar we gingen slapen vanavond, maar we werden meteen afgeleid door iets anders. Oh, tante grote spin. Oh. Oh nee, niet chill. Oh, die is niet chill. Okay. Holy shit, ouwe. Van licht. Oh, die zou maar even lekker je bed in kruipen. Ja, laten we gaan kijken waar het chillste vibe is. Je hebt hier een kamer. Zo! Wat? Oh! Nee. Dit is echt niet best. Oh, dit is de grootste spin die ik ooit gezien heb. Ik heb zo'n grote spin gezien, ouwe. Oh! Helemaal gaaf. Oh, die andere is weg. Hé, dit is misschien nog wel kutter dan als er iemand is hier op huis. Je ziet, deze platine heeft zo ongeveer net zo groot als mijn hand. Nou, ik heb vrij grote handen, een jongen van 1,90 meter. Als je deze hier aan hangt en hem ernaast houdt, dat is een heel mooi reference point. Oh, hij is echt tan toe groot. Onthoud dat mijn hand er maar net zo groot is als dat ding. Oh, oh fuck! Waar is hij? Oh, kijk hoe eng die is, Sam. Hij stopt erin. Oh, heel snel! Oh, fucking hell! Oh, fuck, ik krijg hier wel echt kriebels van, man. Gap, dit is de allergrootste spin die ik ooit heb gezien. Ik komt hier in bed zitten, houden. Ik vind spin op het algemeen. Maar luister, maar deze is gewoon echt niet chill. Maar deze is echt niet chill. Dit ga je gewoon voelen, weet je. Dit is echt zo van. Zo, hij loopt hier over je hoofd, hoor. Gap, ik ben ook echt niet bang voor spinnen, man. Goed, toen besloten Sean en Vincent alvast even te oefenen voor als ze een spin tegenkomen s'nachts. Doet niks. Ah, hey. Dat is cool. Ik doe niks. Stop. Hey, waar? Nee. Oh, die is wel echt geraakt trouwens. Uit de deur. Maar grap, we zijn nu die andere spin ook kwijt, dus dat is chill. We lopen hier in ieder geval ergens naar dus twee zulke spinnen. We hebben ook letterlijk maar 1 seconde gekeken, dus betekent dat er waarschijnlijk nog meer van zulke spinnen zijn. Ja. Oké, nu besloten we echt te gaan kijken waar we gingen slapen en toen hoorde ik opeens een geluid. Ik ben echt voor geen Vincent. Had jullie dat geluid? Wat? Nee. Ja. Ik hoorde een soort van zand, een soort van Stil. Ja, ik hoorde een soort van
vanaf daar. Maar ik dacht dat jullie was misschien. Ik hoorde niks. Oh, is het niet dit? Ik weet het niet. Deze kamer is op zich ook wel, nou ja... Oh nee, hier is een enge deur trouwens ook. En hier overal enge gezichten. En het is naast de spinnen. Dit is geen goede optie. Wat de fuck is dat ook voor beest? Schat, die zat gisteren ook al in het kasteel. Maar die is echt groot ook. Laten we, ik wil... Oh! Hij stopt te snel! We gaan boven kijken. Oh my god. Oh, alles piept en kraakt ook aan alle kanten. Dit was eigenlijk onze potentiële slaapkamer, totdat we hier ook spinnen ontdekten. Gordijn dicht doen. Oh! Oh mijn god, ik wil zeggen, gaat gordijn dicht doen, er zit een spin tussen. Nee. Oh! Ja, maar ik heb trouwens, ik wil toch niet graag bovenin liggen. Nee, ik wil hier ook sowieso niet liggen eigenlijk. Waarom die foto's van die kinderen ook hier? Ja, het is... En deze kamer hier rechts dan? Hoe is deze dan? Ja, dit is gewoon een stapelbed. Eentje. Wat? Ja, ik hoorde het ook. Wat? Ja, ik weet niet wat het was, maar ik hoorde het ook. Ja, dit kon niemand faken. Nee, want het was vanaf daar. Wat hoorde je? Ik weet niet wat het was, maar het was een soort van geratel of zo. Ja, geratel. En het kwam. Ook al. En was, ik deed het oprecht niks. Sean, jij moet kijken. Ja, de wapens. Fuck, ik hoorde inderdaad echt wat, man. Nu maakte ik echt geen kant op. Nee, ik ook niet. Het kwam... Oh my god, kijk deze spin. Oh. Nee. Nou, maar die gaat ineens redden. Daar is ook nog een grote. Dat geluid was oprecht niet chill, hè? Maar wat was het dan voor geluid? Ja, geratel, maar ook best wel duidelijk. Het was ook niet... Maar hoe bedoel je geratel? Ja, ik denk dat dit was zo... Ja, dat. Zoiets. Ik hoorde het ook. Ik hoorde het 100%. Kijk, daarom keken we elkaar aan. Jij was aan het doorlullen. Kunnen we niet terugluisteren op de camera? Maar ik wil echt even zien als ik de camera zou kijken. Want dit was echt een raar geluid. We besloten op de opnames te kijken of we het geluid konden horen. Maar dat was niet zo. Ik hoorde wel echt wat. Alleen we hoorden wel opeens een ander, heel raar geluid. Ja, maar ik heb trouwens... Ik wil toch niet graag bovenin. Ik wil hier ook zo doen. Hierna komt een beetje. Wat voor die kinderen ook niet uit? Wat is die klop ook? Nee, schijnt zeg je dat ik daar hier steek. Hoor je dat? Ja. Dat horen we hier niet. Hier zie je een kleine replay. Ik wil hier ook sowieso niet liggen eigenlijk. Waarom die foto's van die kinderen? Je hoort hier dus heel duidelijk de klop, maar tijdens het opnemen hoorde geen een van ons het. Nee, je ziet ook dat niemand klopt. En we horen het daarom niet. Nee, maar hier heb ik echt geen zin in. Yo, dat is wel heel raar. What the fuck, ouwe? Maar dit heb je vaker toch, dat je achteraf dingen hoort op video. Ja, soms, maar niet. Moeten we de rempot erbij pakken? Ja, ik denk dat dat echt een overbodig is. Een overbodig leuk idee is. Toch? Dus te leuk dat het niet hoeft, zeg maar. Ja, denk het wel. Ik ben een beetje. Ik merk dat ik een beetje einde. Ik ben een beetje radeloos. We hebben nog nooit in zo'n situatie gezeten, namelijk. Zelf, zeg maar. Ja. Het dichtstbijzijnde wat we zijn gekomen is vorige keer in Schotland, bij Edinburgh. En nu zit je in een huis, met z'n drieën. Er is niemand anders. Rempot? Ja. Okay. Het was tijd om de Gozen-spullen erbij te pakken. En ik had ook nog een kleine verrassing meegenomen. Ik heb nog iets meegenomen, trouwens. Ik heb deze mee. Het is gewoon een Polaroid-camera. Ja. Het schijnt dat ze zeg maar dan... Ja, dat je geest op de achtergrond ziet. Ja, met flits. Ik heb nog nooit geprobeerd. Maak eens een foto van mij en Sean. Fuck. Ik ben echt wel een beetje een soort van... bang gewoon. Jij? Ja. Ja, ik snap dat wel. Ik ben het ook niet heel snel, maar ik vind het ook niet chill hier. Het is echt niet chill hier. Het is echt niet relaxed. Nee. Zal ik hem daar neerzetten? Ja. Dat zou ik ook aan te denken. Dat bleef wel lang aan. Ja. Oké. Het is alweer de horrormaat. Laat ik het zo zeggen. Ik hoor een ventilator of zo. Is dat de koelkast? Ja. Dat hoor ik net nog niet.
Ging dat aan. Zo klaar. Oké, als hier iemand is die met ons wil communiceren, geef dan een teken. Kan alles zijn, mag ook een klopje zijn. Of een aanraking. Ik denk ook niet dat ik wat buiten zie dan. Ja, ik kijk, je moet niet naar buiten kijken, man. Want je moet niet naar buiten. Je gaat echt shit zien. We wachten een paar minuten, maar kregen geen teken op de rempot of op de K2-meter. Alleen de Polaroid-foto zou nu wel ontwikkeld moeten zijn. Je ziet letterlijk niks bijna. Hoe kan dat? Ben je gek? Hij is niet goed ontwikkeld. Het leek net of er een soort blauwe waas over de camera heen zat. Wat gek is, want normaal gesproken doet hij het gewoon perfect. Ja, dan maak ik er nog, hè. Ook een beetje merk hier. Moeilijke ademhaling. Ja. Ja, maar ik denk dat dat meer met de schimmel in elke gang hier te maken heeft. We wachten weer een paar minuten tot de foto ontwikkeld was, maar hij bleek het weer niet te doen. Weer niet. We probeerden het nog één laatste keer, maar ook dit was weer een onduidelijke foto. Maar elke foto die ik maak wordt minder duidelijk. Gaat deze nog minder? Dat is ook doodeng eigenlijk. Het is letterlijk alsof er een soort van blauwe waas voor staat, gewoon. Die het zicht blokkeert, gewoon. Ja, het is echt niet meisje, man. Oké, laten we even weer naar boven gaan. Weet ik ook toch gek vind, zo'n kinderhekje. Alsof je hier... Er lopen hier gewoon kinderen rond, dus. We gingen nu dus naar boven om de ghostend apparatuur daar te gebruiken. Alleen toen ging het helemaal mis. Oh god, ik schat. Oké, misschien... Ja, ik denk... Laten we het in die kamer hier zetten. Zullen we het hier zetten? Ik heb wel een gevoel dat je bij deze kamer zo. Ja, moet ik hem aanzetten? Ja. Oké, zet hem maar neer, denk ik. Hè? Ik vind het niet leuk. Het lijkt een soort van vuurwerkbom die je ja. Ik vind dit ook gewoon zo van... Ja, ik vind alles raar in het huis. Het is ook zo vies inderdaad. Ja. Deze is wel... Eigenlijk de hele tijd al rustig, moet ik zeggen. Stil, hè? Nou, één spike had hij. En die eigenlijk ook. Maar toch vind ik het hier niet nice. Grappig, is hier doodeng. Ja, we hadden het er net over dat we eigenlijk nog even op de zolder moesten kijken. En toen hoorden we opeens dit geluid. Ik had toch gewoon zo even naar boven zo filmen en dan gaan ja, dat doe je, dan kan je daar al terugkijken. En dan moet je het trappetje op. Dan kan je daar terugkijken. Wat was dat? Gozer, nee. Hoorde jij dat ook? Ja, dat hoorde ik ook. Ja. Dat is best wel hard. Kak, ouwe. Ik sta helemaal te trillen. Ik heb helemaal kippenvel. Wat was dat? Was het daar? Volgens mij komt het uit die kamer, of niet? Deze? Nee, maar dit was echt... Nee, dit vind ik ook echt niet nice. Oh. Ik vind dit ook echt niet nice. Wat is er? Lag deze hier al op de grond? Wat is er? Gast, het spijt nou eens. Ja, er ligt een boek. Ja, wat? Spreek nou. Dit lag ik niet, toch? Dit hoorde mij vallen. Ja, als je de beelden terugkijkt, zie je dat het boek nog niet op de grond lag. En dit is hoe het klonk. Kan je daar even kijken? Ja, raak het aan. Fuck, ik vind het ook echt niet nice. Dat was zo een pop. Dan. Letterlijk dit geluid was het. Vooral dit is gewoon hier uitgetiefd, gast. Het is een kinderboek. Dat kan niet, vriend. Nee, maar even, Steve. Waarom de fuck zou een boek uit het niets op de grond vallen? Nee, dit vind ik echt niet chill. Hoor je dat? Ik weet niet waar ik heen wil. Ik wil hem daar niet tegenhouden. Oh, damn. Ja, maar daar is ook kut eigenlijk. Laten we hem mee. Tante, het licht er nog aan daar. Hier precies het kruisen doorheen. Ja, nee, sorry. Ja, jammer dan. Stuur de stroomrekening maar op. Dat je dan nu iemand door die kamer ziet lopen, weet je wel.
hoorde een raar geluid, bro. Ik hoorde ook wel een heel raar. Hoorde je dat ook? Ja, ik hoorde het. Okay. Dat was het. Nee, dat was inderdaad een raar geluid. Ik voel het. Dat was tering eng. Geef me die autosleutel. Ik hoorde echt. Ik hoorde. Steve, jij hoorde dit ook. Ik hoorde dat ook. Ik hoorde echt een raar geluid van buiten. Dat is niet te verklaren. Wat was dat? Ja, nee, weet ik ook niet. Maar iets dit hoogs, was toch? Ja, iets hoogs. Het was echt zo. Ik durf niet daarheen te kijken. Ja, maar was het gewoon een groot licht. Maar ik hoorde echt. Steve, dit hoorde je ook. Ik hoorde zo. Ja. Het was geen L. Zeg maar, dat was nee, een nee, ander nee, nee. Het was geen dier, gast. Oh, ik ben heel blij dat we er weg zijn. Ja, ik ook. Ik voelde ook letterlijk een soort van wat achter mij of zo. Toen met die rempel. Daardoor dacht ik echt van, oh mijn god. Wat, in die kamer? Ja, maar er gebeurde zoveel in één keer. Ja, er gebeurde heel veel. En ik kon niet lekker ademen. Ik was boven. Ik vond het ook niet chill, ouwe. Nee, dit huis was maar nou echt gezeten. Besef, het was letterlijk toen ik begon te praten over de zolder, dat we daar naartoe moesten gaan. Ja, inderdaad trouwens. Toen het echt helemaal losging, alsof iets soort van niet wilde dat we daar naar boven gingen. Gaf, we hebben toch gelijk. Misschien zaten we echt fucking engs op die zolder. Zo! Oh. We hebben een hotel kunnen vinden nog heel laat. Kijk hoe chill deze kamer is. Oh mijn god. Ik ben echt momenteel. Ja, ik ben echt, denk ik, serieus nog nooit zo gelukkig geweest. Ja. Je waardeert echt de kleine dingen weer even. Oh. Fucking leven. Maar wat jij net ook in de auto zei, wat jij zei. Dat wanneer je. Je hebt zeg maar, wanneer je een huis binnenloopt, je weet gelijk, dit is goed, dit is niet goed. Ja. Dat was no good. Nee, this is very good. Hier ging Sean nog even onze energielevels meten, zoals Sandy the Ghost Hunter dat vorige week deed. Dan gaat ze zo aankijken. Ja, ja, en dan weer naar beneden. Oh ja, ja. Je fucked up, bro. Goed, wil je nou nog een video kijken? Dit is van vorige week. Wil je Stefan nog meer energie krijgt? Elke like is meer energie. En de horrormaan is in volle gang, dus abonneer natuurlijk als je meer wilt. Gaat-ie weer. Sean de gisteren zijn shirt uit en Vincent's reactie was gewoon... Hij moest gewoon lachen. En daarna ging hij tering aan het lachen. Het gaat gewoon om hoe Sean er dan bij gaat staan ook zo. Waarom? Ik doe niks anders dan normaal. Hier. Oh, mijn energy level is gone crazy. Oh! Oh, nee, niet over de zweep. Nee.